De dag van 25 juni 1967 begon benauwd en zonnig. En in die broeierige lucht ontstonden in Frankrijk al heel snel forse buien. waarbij ook windhozen voorkwamen. En in Nederland en ook in België werd toen ook besloten om die windhozen ook mee te nemen. in de verwachtingen en vooral ook waarschuwingen. En terecht, want in de loop van de middag trokken die buien noordoostwaarts. en deden aanvankelijk Oostmallen aan bij Antwerpen. En daar kwam het tot een tornado en dus ook flink wat schade. vervolgens trok het geheel door richting het Brabantse Gaard. En ook daar kwam het tot een windhoos of tornado. En nog eens drie kwartier later arriveerde diezelfde bui boven het Gelderse Tricht. En ook daar kwam opnieuw een slurf naar beneden. En ja, die windhoos ja, zorgde wederom voor een flinke ravage. Ook daar. Veel huizen ja, ja, bleven niet overeind staan. Ze werden echt helemaal uit elkaar gerukt. Ook uh, diverse mensen ja, kwamen bij deze indrukwekkende gebeurtenis om het leven. Zeven mensen in totaal en tientallen mensen raakten ook gewond. Er zijn nog steeds uh, diverse monumenten ook te bezichtigen in deze plaatsen, waarop ook omschreven wordt wat daar is gebeurd. En dat bomen bijvoorbeeld echt als luciferhoutjes omknapten. En ook de diverse doden worden natuurlijk herdacht. Nou, ook is er in Tricht nog een uh, heel fraai monument geplaatst. Het stelt een. Uh, Aantal mensen voor die door een tornado de lucht in worden gezogen. En op deze manier zal deze indrukwekkende gebeurtenis dan ook nooit meer worden vergeten.